Onderwijsminister Henry Ory is bezig te kijken waar er schaarste is aan leerkrachten om invulling te geven aan dit probleem. De bewindsman erkende eerder tegenover journalisten dat er een gebrek is aan bepaalde vakleerkrachten. Dat tekort wordt momenteel in kaart gebracht. En het zal hier en daar op een school plaatsvinden dat het gebeurt, maar wij proberen in kaart te brengen waar die schaarste is voor welke type vakken. En wij zijn bezig om met het IOL te kijken hoe versneld wij op bepaalde opleidingen die waar mensen voor zijn klaargemaakt moeten worden naar binnen te halen. Dat is zo. De bewindsman heeft ook het doorstroombeleid aangepast. Op dit moment worden wat zaken overwogen om te weten waar aanpassingen gepleegd moeten worden. Doorstromingsaspect speelt pas een rol aan het einde van het jaar. En we hebben voldoende tijd op het niveau nu om met de schoolleiders, met de leerkrachten, goede afspraken te maken wat we eronder verstaan. En doorstromen, ik zou dat woord niet meer gebruiken als ik het u was. Wij zouden meer kijken op elke leerjaar overgangssituatie. Ga je gewoon met de normale normen kijken wie overgaat en wie niet overgaat. En bij ons is het zo dat blijven zitten, indien het noodzakelijk is, gaat gewoon gebeuren. En we gaan gewoon over tot de oude gedachte dat na elk jaar rapportcijfers worden bekeken. Het enige wat nu is dat we ook kijken naar de voortgangsrapportage van kinderen. Het tweede is dat we meer remedial teachen. Dat we zeggen we proberen in het jaar meer aandacht te besteden aan mogelijke zwakke leerlingen. En ze proberen in het schoolsysteem in elk geval alvast extra aandacht te laten krijgen op het. Ory zegt dat voorkomen moet worden dat kinderen blijven zitten. Vandaar dat aanpassingen broodnodig zijn.